Okie dokie. JD, what the heck? Is dat deletje anders over hier? Nou staat hij weer hier. Alright, let's go. Heel. Zou dat is heel kunnen zijn? Zou dit Israël kunnen zijn? Ja, het is Israël. Oké, top. Ik wil het zeggen, want ik kon het zo niet plaatsen met de rest wat ik zag. Dus. Nou, dan moet de borden of de nummerenborden moet het uitwijzen. Ze hebben het allebei uitgewezen. Dat is dan weer wel fijn. Ik weet niet weg. 3. Oeh. Interessant. Je zou zeggen dat het hier boven zit. 4, 2, 6, 5, 4, 1, 6, 3. Tenminste, ik denk dat dat betekent dat het weg 3 is. Misschien is het ook wel kilometer 3 of zo, weet je? Kilometerpaaltjes, maar. Ik weet niet of die dingen überhaupt bestaan in Israël, maar. Ik weet niet ook hoe lang weg 3 is, dus het kan makkelijk als weg 3 van noord naar zuid loopt. Nou is het niet zo, maar. Ik had even om het idee. Kan het ook makkelijk zijn dat het helemaal in het noorden of zo is, weet je? Dat is ook zo. Oh. Dat is jammer. Maar goed, misschien ook niet. We zullen wel zien. Misschien komen we nog een bordje tekenen met namen of zoiets erop. Want dan is het al een stuk minder heftig om uit te proberen te vogelen waar precies op route 3, als het inderdaad route 3 is, te vinden waar we zijn. Om het zo maar te zeggen. Nou. Overgedreven. Ook en zie nou gewoon alleen een hup op. Kijk, veranderd Tiberias slag hier boven, dacht ik. Kijk, hier zie je. Ja. Daar ligt Tiberias. Oké, wat? Oh. Dit is ook gewoon weer verschillend. Denk dat dit in je. Wacht, is dit. Is dit een Taj Mahal die niet een Taj Mahal is? Ik denk het wel, maar ik ben compleet vergeten wat het is. Of is dit wel de Taj Mahal? Ik weet het niet zeker. Resembles Taj Mahal of Agra? Haha. Maar is het dan wel Agra? Nee toch? Ik probeer te kijken of hier een ding staat. Wat het is. Proper. Towering has a.
delicatessen, anything from the background. Dit is toch niet... Ik weet hier niet of ze me voor de gek aan het houden zijn, of dat het inderdaad ook toevallig in Agra is dit. Ik weet dat dit niet de Taj Mahal is, maar ik weet ook niet meer waar dit is. Ik probeer echt te kijken of er Khichiri. Ik denk dat dat de plaats is waar ik op zoek naar moet. En ik heb, wat ik zeg, ik heb geen idee meer wat het is. Het is sowieso al opmerkelijk dat bijvoorbeeld een Agra niet groter op de kaart zat dan dat het al überhaupt staat. Had slechter gekund. Maar wel heel eerlijk over zijn. Dit lijkt me heel erg Amerika of Canada te zijn. Meer Canada vibe op dit moment dan Amerika, maar... Wie weet verandert dat nog. Voorlopig nog niet. Deze, dankjewel. Blue Mountain Snowfall Trails. Ik hoop niet dat ik spijt krijg dat ik hem hier heb opgeslagen. Dan zo meteen in één keer een groot bord tegenkomen waar ineens alles op staat, zeg maar. Dat zou een beetje jammerlijk zijn. Ik denk Ontario PC, dus dit is Ontario sowieso. Wat was het? Blue Fall Mountains of zo, geloof ik dat het was. Eens kijken of we misschien iets anders kunnen vinden. Zoals bijvoorbeeld dat. Dat is gewoon een stadsnaam dat daar staat. Singhampton ofzo? Nadeel is dat Ontario best wel groot is. Eens kijken of we misschien hebben een mazzel dat we ergens in die 45 seconden... ...ergens naartoe komen om... Ik denk, maar goed... Ik denk wel eens vaker en zit er ook wel eens verkeerd. Ik denk wel dat dit redelijk in ieder geval ten noorden van dingen gaat zijn. Oh wauw. Nope. Dat is echt het noorden van Montreal, maar... acceptabelachtig. Ik denk dat jij mij gaat vertellen waar we zijn. Het is Lapland.
Ja, waarschijnlijk Letland. Dus Litouwen. Een stapje over zijn. Wat was die andere stad? Stond er. Dat is. Nee, dat is niks. Valka. Ik denk dat we toch beter focussen op bijvoorbeeld een Valka. Dan op een. Rusland. Je zou denken dat in ieder geval Valka toch wel op dit niveau zichtbaar zou moeten zijn. Maar goed, misschien heb ik het wel compleet mis en is het niet op dit niveau zichtbaar of het is niet Letland, dat kan ook nog. Dan hoop ik dat niet, want ben ik echt compleet voor niks aan het zoeken hier. Zit er weer een Litouwer? Nee, ik kan het zeggen. Is er wel een Volga? Wat is dit dan van deze Pisari? Toch wel, dat ik zit nog niet nou. Ja, zie je. Het feit dat ik nou toch hier op zoek ben naar Volka geeft aan hoe vertrouwen ik heb in het feit dat ik denk dat het. Serieus, je zou denken dat het toch zichtbaar zou zijn op dit niveau, om het zo maar te zeggen. In ieder geval Volka. Over 3 seconden al, zelfs. Oei. En dan had ik hem waarschijnlijk toch daar moeten wegzetten, denk ik. Dan is dat toch wel inderdaad die geweest. Oh wel. Was het nou voorbij? Hè? Ja, het is nou voorbij. Het is op 3 punten voorbij nou. Nou goed, dat is wat er gebeurt soms. Is het geel? Dat lijkt me geel te zijn. Dat is wit. Dat zou raar zijn. Ik had gedacht dat dit Peru was, maar ja, het kan nog altijd Peru zijn hoor, laten we daar duidelijk voor zijn. We weten dat Peru soms in één keer. Hey, hey, kijk, we hebben in één keer. Dat. Is Kedera. Dat is. Is Kedera. Waarom? Klinkt het zo bekend? Mijn hoofd wil even de aanwijzing niet verwerken, dat is een beetje kak. Wat?
geel en wit. Geel en wit zou wijzen op Peru. Maar ja, wel toch wel. Zou het Bolivia kunnen zijn? Is het laatste? Is het laatste? En we zetten het sowieso op. Ze zien dat. En het was Chili. Het was Chili. Maar waar komt dan die gele nummer bij? En het was Chili. Yay! 3000, yay! Breakdown. Zo fijn het niet. Ik bedoel, het was eigenlijk al lastig na India. En als ik die wel goed had, dan had ik het sowieso met dingen niet gered. Ik had echt geen idee dat het Chili was. Anders had ik het waarschijnlijk 100% al gewonnen. Ik had niet eens in mijn hoofd dat het Chili zou kunnen zijn. Dat is het rare. Dat was niet eens een optie in mijn hoofd. Maar goed, het is wat het is. Ik ga er niet veel aan veranderen. Ja, dat was hem voor vandaag. Morgen weer een dag. En een nieuwe daily challenge. Dan zeg ik, tot morgen.